Wat word jij toch al een grote jongen. Ik ben een knul van 4 en ik maak graag plezier. Steeds erop uit, ik heet Kajoe. Ik ga graag aan de slag, zo leer ik elke dag. Kom met me mee, ik heet Kajoe. Elke dag is anders. Iedere keer. Met mama en papa ontdek ik steeds meer. Groter groeien valt best mee, soms wel wat zwaar, oké. Op een avond was het een wilde bende bij Kajoe thuis. Want hij en Rosie waren heel enthousiast over alle dieren die ze in de dierentuin zouden gaan zien. Ja, ik wil de tijgers zien. Papagaaien. Ik weet dat jullie er zin in hebben, maar het duurt echt nog even voor we naar de dierentuin gaan. Hé, luister eens. Je kan op een kameel rijden in de dierentuin. Echt waar? Dat moet te gek zijn, zeg, om bovenop de bult van een kameel te zitten. Ja, kameel! Het klonk leuk, op een kameel rijden. Maar toen Kajoe een plaatje van een kameel zag, begon hij toch te twijfelen. De volgende dag op school vroeg Kajoe aan Leo wat hij van kamelen vond. Hou jij van kamelen, Leo? Echt niet. Die zijn raar. Ze hebben een grote bult op hun rug. En grote, vreemde ogen. En een rare, lange nek. En ze houden niet van mensen. En ze spugen. Echt waar? Eeuw. We zijn er. De dierentuin. Wat zullen we eerst doen, jongens? Een ritje op de kameel? Nee. Ik wil eerst naar de aapjes toe. Mag dat? Aapie, aapie. Oké, aapjes van me. Kom maar. Kijk, Rosie, ik ben een aapje. We hebben nu wel lang genoeg bij de aapjes gestaan. Volgens mij wil Rosie nu ergens anders heen. Willen jullie nu een ritje op de kameel? Ja, op kameel rijden. Kajoe wilde helemaal niet op een kameel rijden. Maar hij wist niet hoe hij het tegen papa en mama moest zeggen. Rosie houdt van papegaaien. Zullen we anders eerst naar de vogels gaan? Oké, Rosie? Papegaaien! Oké, kom maar mee dan. Rosie vond het leuk om de papegaaien te zien. Maar al gauw had ze daar ook genoeg van. Gaan we? Maar je vindt de papegaaien toch leuk, Rosie? Laten we nog even blijven kijken. Wah! Wah! Kijk, ik ben een papegaai. Jij bent ook een papegaai. Nee. Doei, doei, papegaai. Kijk, jongens. De kamelen zijn hier vlakbij. Maar kijk, daar zijn zeeotters. Zeeotters zijn ook leuk, hè, Rosie? Gaan we daarheen? Oké, dan gaan we eerst naar de zeeotters en daarna naar de kamelen. Kajoe deed net alsof hij de zeeotters ontzettend leuk vond. Maar na een poosje had zelfs hij het wel gezien. Gaan we, mama? Nu? Ja, Rosie. Het is nu wel tijd om te gaan. Kom mee, Kajoe. Dan gaan we bij de kamelen kijken. Maar ik wil nog even bij de aapjes kijken. Mag dat? Kajoe, als je iets dwars zit, mag je het me altijd zeggen. Ik wil niet op de rug van een kameel. Ze houden niet van mensen. En ze spugen. Spugen? Ik heb altijd gehoord dat kamelen heel lief zijn. Maar je hoeft niet op een kameel te rijden als je dat niet wil. Je mag het zelf weten. Maar misschien moet je de kamelen eerst zien voor je beslist. Kajoe dacht er eens diep over na. Hij moest toegeven dat hij wel een beetje nieuwsgierig was geworden naar die kamelen. Oké. Hoi, kameel. Hallo. Willen jullie op de kameel rijden? We zijn er nog niet helemaal aan toe. Kajoe wil eerst nog even kijken. Dat is goed hoor. Kajoe, dit is Rudy. Hij
Hij vindt het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. Wil je kennis met hem maken? Spuugt hij niet? Spugen? Nee, meestal niet. Hij is heel erg aardig. En het is een heel mooi beest. Kijk maar eens naar Rudy's poten. Hij heeft maar twee tenen. Zo is het. Kamelen hebben zulke tenen nodig om in de woestijn te lopen. Ze spreiden hun tenen zodat ze niet wegzakken. En als kamelen lopen, zetten ze met hun poten aan één kant tegelijk een stap. En dan met hun poten aan de andere kant. Zo loopt bijna geen enkel ander dier. Caillou vond kamelen steeds interessanter worden. En weet u nog meer over kamelen? Ja, wist je dat kamelen de enige dieren zijn die zo'n bult hebben? Veel mensen denken dat kamelen daar water in bewaren. Maar eigenlijk bewaren ze er vet in. Met al dat vet kunnen ze heel lang zonder eten. Soms wel 2 weken. 2 weken? Dat is wel heel erg lang. Ben ik even blij dat ik geen kameel ben. Wil je Rudy eens aaien? Ik aaien! Kameel! Hoi, Rudy. Caillou was blij dat Rudy niet naar hem spuugde. Het leek eigenlijk wel alsof Rudy het helemaal niet erg vond. En wil je helpen Rudy te voeren? Probeer het maar, Caillou. Weet je wat? We doen het samen. Rudy was heel erg lief. Caillou kon het niet geloven. En wie wil er een ritje maken op zijn rug? Ik graag. Hoi, kameel. Oké, klim er dan maar op. Oh, wauw, ik zit erop. Ik zit op een kameel. Kijk, mama. Kijk, papa. Goed zo, Caillou. Hierna gaan wij, Rosie. Op een kameel zitten is heel erg leuk. Ik vind Rudy lief. Gaan we snel nog een keertje? Ja, dat lijkt me een heel goed idee. En als Rudy loopt, stapt hij eerst met allebei zijn poten aan de ene kant en dan met allebei zijn poten aan de andere kant. En daar ga je heel erg van schommelen. Wauw! Ik kan niet wachten totdat ik ook op een kameel mag. Caillou was niet alleen over zijn angst voor kamelen heen. Hij liet de anderen ook zien hoe je zoiets moest doen. Niet te hoog voor mij. De peuterschool was al afgelopen, maar Caillou was zich nog steeds aan het aankleden om naar huis te gaan. We moeten ons lekker warm inpakken. Zo, eindelijk. We zijn er klaar voor. Zeg juf Martin maar gedag, jongens. Doei, doei. Dag, juf Martin. Dag, jongens. Deze kant op, Rosie. Sneeuw! Caillou vond de hoge heuvel er heel spannend uitzien. Gaan wij ook sleeën, papa? Vandaag niet. Maar morgen is het zaterdag, dan komen we terug. Yippie! Ja! Kom op, Rosie. Morgen ga ik met mijn slee van de hoge heuvel af. Die is wel heel hoog. Misschien moet je er eerst even een nachtje over slapen. Caillou kon zijn ogen niet van de hoge heuvel afhouden. Hij wist het heel zeker. Mama, moet je horen, mama? Morgen gaan we samen met papa sleeën. En dan ga ik van die hele hoge heuvel af. Nou, dat klinkt spannend, zeg. Maar is die hoge heuvel niet een beetje te hoog, Caillou?
maar niet te hoog voor mij. Zoals ik al zei, Caillou, laten we de eerste nachtje overslapen. Papa, wakker worden. Vandaag gaan we naar het park. We zijn er klaar voor. Ik heb Rosie geholpen. We konden maar één laars vinden, dus mag ze een oude van mij aan. Oude laars. Papa deed zachtjes, net als Caillou en Rosie, zodat ze mama niet wakker zouden maken. Goed gedaan hoor, Caillou. Maar ik denk dat ik wel weet waar we Rosie's andere laars kunnen vinden. Kom maar, dan gaan we eerst even ontbijten. Kom op, papa! Opschieten! Sneeuw! Nee, Rosie, niet hier. We moeten naar de hoge heuvel toe. Instappen maar. Ga sneller, papa. Ga sneller. Ja! Hou papa goed vast, Rosie. Die heuvel is heel hoog. Veel te hoog voor jou alleen. Maar niet te hoog voor... De heuvel was veel hoger dan Caillou gedacht had. Caillou, zei je? De heuvel was wel te hoog voor Caillou. Hij wist niet wat hij nu moest doen. Weet je, Caillou, je kan natuurlijk alleen spelen. Maar soms is het leuker om met een vriendje te spelen. In plaats van in je eentje op deze hoge heuvel te gaan spelen, is het misschien leuker om met Rosie te gaan spelen op de kleine heuvel. Wat vind je daarvan? Kan je spelen? Ja, het is veel leuker om met Rosie te spelen. Zal ik met jou van de kleine heuvel afgaan, Rosie? Jij mag voorop. Ja! Hup, 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 hup! Hoi, Caillou. Moet je horen? Ik ga van de hoge heuvel af. Maar hij is echt heel erg hoog, André. Hij is niet hoog voor mij. Papa, mag ik kijken hoe André van de hoge heuvel af gaat? Ah. Oké, maar doe voorzichtig. Jippie! Kom op, Caillou. Opschieten. Ik wil van de hoge... Wow. André had ook niet gedacht dat de heuvel zo hoog zou zijn. Hij is echt heel erg hoog. Te hoog voor jou? Nee, heus niet. Hij is... alleen. Voor André was de heuvel ook te hoog. Maar dat wilde hij niet tegen Caillou zeggen. Mama! Daar ga je, Rosie. Soms is het leuker om met een vriendje te spelen. Huh? In plaats van in je eentje op de grote heuvel. Kom je anders met Rosie en mij op de kleine heuvel? Ja, laten we met z'n allen spelen. Dat is ook veel leuker. Ja! Kom op, Caillou, we gaan. Ik dacht dat André van de hoge heuvel af wilde. Volgens mij was hij een beetje bang voor de hoge heuvel. Nou, het is niet erg als je ergens bang voor bent. Maar soms is het best lastig om te zeggen dat je bang bent. Caillou wist precies wat papa bedoelde. Want hij wilde zelf liever ook niet zeggen dat hij bang was voor de hoge heuvel. Net als André. Ik heb tegen hem gezegd dat het leuker was om met ons te spelen. Dus toen hoefde hij niet te zeggen dat hij bang was. Dat was heel aardig wat je voor je vriend hebt gedaan, Caillou. Misschien gaan André en ik volgend jaar wel van de hoge heuvel. Kom op, Caillou. Geef eens een zetje, papa. Caillou had geleerd dat je best ergens bang voor mocht zijn.
Hij zou heus nog wel eens van de hoge heuvel afsleeën. Ooit. De vliegende schotel van Caillou. Caillou en Leo waren astronautje aan het spelen. Heb jij toevallig een ruimterobot gezien, papa? Ruimterobot? Even denken. Ik ben een ruimtereiziger! En Leo is de ruimterobot. Oh, ik begrijp het. Nou, ik zag de ruimterobot voor het laatst in de keuken. Hij dronk limonade met Rosie. Limonade? Laat dat voor mij over! Wow. Dit is geen limonade, Caillou. Dit is raketbrandstof. Dat drinken ruimterobots heel erg graag. Opeens zag Caillou iets vreemds. Wat krijgen we nou? Volgens mij zag ik net een vliegende schotel. Een vliegende auto? Weet je zeker dat het een vliegende schotel was? Hij was rond en plat en zilver en glimmend. Kijk, hij zag er precies zo uit. Hij was wel een beetje klein, maar het moet wel een vliegende schotel zijn geweest. Vliegende auto! Caillou, je eten wordt koud. Sorry, mama, maar ik wil de vliegende schotel niet missen voor als hij terugkomt. Het zou wel eens iets anders kunnen zijn geweest dat je hebt gezien. Wat vliegt er dan nog meer rond dat rond, plat, zilver en glimmend is, papa? Vliegende auto! Wow! Hoe zagen de marsmannetjes eruit, Caillou? Die heb ik niet gezien. Alleen een vliegende schotel. Maar we denken dat ze groen waren en drie ogen hadden. Net zoals in onze strip. Wauw! Dat klinkt heel erg spannend, Caillou. Maar weet je, soms blijken de dingen die we zien toch heel anders te zijn. Maar wat vliegt er dan nog meer rond dat plat, rond, zilver en glimmend is? Geen idee. Het is echt een raadsel. Ik weet wat. Ik ga hem zoeken en dan neem ik hem mee naar school. Dan kan iedereen hem zien. Ja! Yeah! Wat een avontuurlijk plan, zeg Caillou. Ik hoop dat je niet te teleurgesteld zult zijn als je die vliegende schotel niet zult vinden. Dat komt wel goed hoor. Ik vind hem wel. Wacht maar af. Caillou wilde de kleine vliegende schotel gaan vangen. Zodra de vliegende schotel terugkomt, rennen we naar buiten en dan vangen we met papa's net. Oké, Rosie? Vliegende auto! Juist. Oh, Gilbert, je zit voor mijn verrekijker. Zo zie ik die vliegende schotel natuurlijk nooit. Vliegende auto! Ja, vliegende schotel. Vliegende auto! Vliegende auto! Caillou kwam erachter dat het moeilijker was dan hij dacht om een vliegende schotel te vangen. Hij moest iets anders verzinnen. Oké, als je vliegende schotel terugkomt, mag je er een foto van proberen te maken om aan je klas te laten zien. Dankjewel, mama. Maar als hij niet meer terugkomt, is het ook goed. Want iedereen weet dat jij je best hebt gedaan. Oh, maar hij komt terug hoor, dat weet ik gewoon. En dan laat ik hem aan iedereen zien. Dank je, mama. Schotels zijn niet roze, Rosie. Ze zijn zilver, zoals die ene buiten. Kijk, Rosie. Papa.
Alleen geen vliegende schotels. Maar je hebt het wel geprobeerd. Dat is het belangrijkste, Caillou. En je hebt een paar hele grappige foto's van ons gezin gemaakt. Vooral deze van Gilbert. Ik heb er nog wel een lijstje voor. Dan kan je hem in je kamer ophangen. Vliegende auto! Vliegende auto! Huh? Caillou was teleurgesteld. Het was uiteindelijk toch geen vliegende schotel. Het was een taartvorm die uit de vuilnisbak was gewaaid. Vliegende auto! Dat is geen vliegende schotel, Rosie. Dat is gewoon iets wat door de wind is meegenomen. Dankjewel, Rosie. Het heeft inderdaad hard gewaaid de laatste tijd. Waarom kijk je nou zo sip, jongen? Ik heb op school gezegd dat ik een vliegende schotel had gezien. Nu moet ik tegen ze zeggen dat het een taartvorm was. Oh, ik snap het. Weet je, Caillou, in plaats van verdrietig te zijn over wat niet gelukt is, zou je juist trots moeten zijn op wat wel gelukt is. Ik bedoel dit. Je kan geen vliegende schotel laten zien, maar je hebt wel het raadsel opgelost van wat het wel was. Een taartvorm. Dat is waar, ja. Mag ik die taartvorm alsjeblieft mee naar school nemen, papa? Vliegende auto! Wow. Hij lijkt echt op een vliegende schotel. Ja, maar het is gewoon een oude taartvorm. Dat heb ik ontdekt. Ja! Yeah! Goed gedaan, Caillou. Weet je, ik krijg opeens een heel goed idee voor een kunstproject. Hey, kijk! Leo is een marsmannetje. Een robotmarsmannetje. Ik heb dorst. Ik wil een glas raketbrandstof. Caillou had dan geen vliegende schotel gevonden, maar hij vond het wel leuk om er met zijn vriendjes eentje te maken.